7, 8, 9 en 10 juni is een Boksmeerde avond vierdaagse gelopen. En zoals je kunt zien hier achter mij zijn de meeste wandelaars inmiddels binnen. Wij zijn heel benieuwd wat zo'n vierdaagse nou eigenlijk inhoudt en wie er meegelopen hebben. Dus kijkt u snel mee. Volgens mij heb jij vandaag voor de allereerste keer de vierdaagse gelopen. Ja. En hoe ging het? Goed. Ja? Hoeveel kilometer heb jij gelopen? 5. En heb je last van blaren? Nee. En wat vond je nou de allerleukste dag om te lopen? Vandaag. Ja? Waarom? Omdat je dan een medaille krijgt. Maar volgens mij ben je de eerste dag ook door Beuken gegaan. En volgens mij woon jij in Beuken, of niet? Ja. Vond je dat ook niet heel leuk? Ja. Kwam je toevallig ook langs jullie huis? Nee. Nee? En ga je volgend jaar weer meedoen? Ik denk vooral wel. Ja? En ga je dan weer de 5 lopen of misschien al de 10? Ik denk de 10. Nou, dat vind ik een mooi streven. Nou, ik vind het echt super knap dat je het gedaan hebt. Het staat ook wandelkampioen en daar ben je. Ja. Dankjewel. Komt de camera en de microfoon. Ja. De reden waarom ik eigenlijk naar jullie loop is heel veel kinderen. En ik denk maar nou, die zien eruit als trainingskilometers. Heb ik gelijk? Als trainingskilometers. Ja. Klopt. Voor de 100ste editie van? Nijmegen. Is het goed gegaan? Ja, prima. Maar Ger die heeft een beetje blessure op het moment. Oeh, dus er wordt nog rust voor Nijmegen. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Wat voor blessure heb je? Een scheenbeenlast. En hoe ontstaat dat door het lopen? Dat weet ik niet. Daar kan ik geen antwoord op geven. En jullie hebben denk ik de 25 kilometer gelopen. En zitten jullie zeg maar goed op schema qua training voor de vierdaagse? Ja, dat wel. Hoe ziet zo'n trainingsschema eruit? Nou, wij lopen het hele jaar door, iedere vrijdag zo'n 25 tot 30 kilometer. Dus we stoppen gewoon niet met trainen. Dus die vierdaagse straks in Nijmegen is eigenlijk maar een eitje. Eigenlijk wel. Ja. Nou, heel veel succes over een paar weken en ik hoop dat het allemaal goed komt met je been. Ja. Komt goed. Ja. Dankjewel. Ja. Nou, ik ben even gaan rusten bij Fabian, maar eigenlijk hoef ik niet echt te rusten. Jij wel. Hoeveel kilometer heb je gelopen? 10. 10. En hoe ging het? Heel goed en het was heel leuk. Ja? Ja. Wat vind je zo leuk aan de vierdaagse lopen? Ja, het is gezellig met vrienden lopen en ja, dan kun je, je doet iets ook. Wat zei je het laatste? Je doet ook iets. Ja, en volgens mij, want je bent met de school gelopen? Ja. Gezellig met de hele klas, een beetje zingen, een beetje gek doen. Ja. En wat vond je de leukste dag? De leukste dag was woensdag. En waarom was woensdag nou zo'n leuke dag? Omdat we langs de snelweg gingen en wij deden ze zwaaien. En toen gingen de alle auto's en vrachtwagens toeteren. Oh, dat is inderdaad wel heel stoer. Ja. Dan voel je je echt wel een beetje belangrijk, denk ik, of niet? Ja. Ja. En vandaag had je veel mensen die jou hebben opgewacht? Ja. Ja? Heb je ook bloemen gekregen? Ja. Die geef je natuurlijk allemaal aan je moeder. Ja. En volgend jaar ga je weer, hoe vaak heb je hem gelopen? Dit is mijn tweede keer. En ga je volgend jaar weer lopen? Ja. Weer de 10? Ja. Super, nou ik vind het kei knap dat je dat gedaan hebt en geniet er nog even van. Ja. Welverdiend pilsje. Ja, absoluut. Ja? Welverdiend. Ja? Vier mooie dagen wandelen, ja. Wat, u zegt vier mooie dagen. Wat was er zo mooi, het weer of de omgeving? Nou, we hebben vier dagen mooi weer gehad. De omgeving is prachtig, de natuur. Ja, heel leuk wandelen. Ja. Nou. Komt u uit de buurt? Nee, uit Wijchen. Oké. Okay. Ja. Hoe komt u dan bij de Boksmeerse Vierdaagse terecht? Nou, ik ben een van de oprichters van deze Vierdaagse. Echt waar? En ik ben 32 jaar erbij geweest bij de organisatie. En nou loop ik zelf mee. En als hier training. Hier staan twee ex-bestuursleden. Ja. Echt waar? Ja. Nou ja, dat wist ik dus niet. Nee, toeval. Ja, puur toeval, ja. Ja. Nee, maar vandaar. En nou oefenen we voor de grote Vierdaagse. En dan in deze omgeving. Nijmegen. Nijmegen, ja. Ja? Ja.
Wat maakt de wandelsport nou zo mooi? Ja, het geeft toch een beetje vrijheid. Het is even lekker eruit. Ja. Dat denk ik dat het mooiste is. Ja. En u zegt van het, dat is mijn kindje. U zegt dat het trainen is voor de vierdaagse, maar ik denk dat u ziet er wel uit dat u het hele jaar doorloopt. Nee, valt er wel mee. Ja, de laatste maanden dan een paar keer een tocht. En dan deze vierdaagse, omdat je hier 20 of 25 kilometer kunt lopen. Ja, dan dadelijk nog een keer een oefeningetje. En dan dat kan ook nog. Ja. U zegt net oud bestuurslid van deze avondvierdaagse. Wat is het verschil tussen zelfs meelopen en het organiseren? Nou, nu zie ik het eens een keer van de andere kant, hè. Ik heb dus jarenlang ook tijdens de avondvierdaagse de pijlen gehangen, samen met nog een vrijwilliger. En de routes die variëren dus elk jaar een klein beetje, maar in grote lijnen is het gewoon hetzelfde. Ja. Dus ik loop het gewoon blindelings. En hoeveel kilometer heeft u gelopen? Wij hebben de 10 gelopen. De 10? Ja. En wat maakt de Boksmeerse Vierdaagse bijzonder? Wat maakt het bijzonder? Nou, het is gezellig druk, zoals jullie zien. Hè? en zeker dus als het mooi weer is, dan is het gewoon een heel mooi evenement. Ja. Nou, ik vond het heel leuk om u gesproken te hebben. Ik wens u succes met de 100ste editie. Ja. Misschien zien we u dan. En bedankt voor de tijd. Ja, graag gedaan. Ja. Thomas, wat is hij aan het maken? Ballonnen. Ballonnen? En wat is hij van die ballon aan het maken? Weet iemand wat hij aan het maken is, jongens? Ja? Een hond? Een hond? Kan hij het een beetje? Ja. Ja. Hey, heb je ook de vierdaagse gelopen? Ja. Hoeveelste keer? Zesde keer. Zo. Dat is nogal, ik heb 1 keer gezien, 2 keer, maar 6 keer heb ik nog niet gezien. En hoe ging het? Goed. Ja? Ja. En hoeveel kilometer heb je gelopen? 10. En welke dag vond je het leukste? Vrijdag. Vandaag. Vandaag? Waarom? Weet ik niet. Gewoon leuk. Ik heb de camera niet gezien. Gewoon de sfeer. Ja. Was het gezellig met de school? Ja. Ja? Waren jullie met een grote groep? Een beetje. Kijk, ik ben in beeld dan. Nou, ik vind het super knap dat je het hebt gedaan en nog veel plezier. Ja. Goed, de 10 voor de eerste keer. 10 kilometer? Ja, en het ging zeer goed. Ja? Ja. Heb je geen enkel moment gehad dat je dacht van nou... Ja, 1, 2 bladen opgelopen, maar ja, dat dacht ik, die plakken we wel en dan gewoon uitlopen, hè. Ja, ja. Je bent een held. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Je bent van het Thomashuis. Met Thomashuis. Hoe... Ja. Waren jullie met een hele groep? Ja, de hele groep daar is van ons. Oké. Okay. Ja. En je hebt ook al zoveel mooie bloemen gekregen. Ja, ja, ja ook. Maar met blaren en 10 kilometer vind ik dat je ze ook wel echt verdiend hebt. Ja, ja, zeker. En wat vind je nou zo leuk aan de vierdaagse lopen? Ja, gewoon de gezelligheid door me heen. Ja? Ja, echt zeker gezellig en altijd leuk. Ja. Goed zo. Ja. Hey, geniet er nog van. Doe ik. En dank je wel. Graag gedaan. Ik heb straks langs de kant gestaan, hè? En dan hoorde ik allerlei liederen en liedjes en Bakker Geert zag ik zelfs met een blaadje lopen. Nou, ik wil daar wel eens horen wat jullie gezongen hebben. Maar ik zit niet op de Bakker Geert school uit Breukelen. Ik zit op de regenboogschool uit Breukelen. Oh, je komt helemaal uit Breukelen. Nou, dan wil ik je daar nog even apart spreken. Ik ken hem wel. Ja? Nou. Zullen we gaan zingen? Maar het is de eerste keer dat ik dat lied heb gehoord. Oh, nou kennen jullie iets anders wat jullie hebben gezongen dan? Alleen dat. Alleen dat. We moeten even een blaadje proberen. We moeten een blaadje pakken. Nou, dan laten we het lied zitten. Dan ga ik jullie gewoon vragen stellen. Even kijken. Wie hebben er allemaal gelopen? Hoeveel kilometer? 5. En hoe ging het? Het ging goed, 2 vingers in de neus. Echt waar, dus je hebt geen zwaar moment gekend tijdens deze 4 dagen? Nee. Niet dat je dacht van, oh, ik kan niet meer. Ja, alleen toen ik de auto met ijsjes had gemist. Toen dacht ik echt, nee, ik wil stoppen. Ja, nou, dat snap ik heel goed. Daar zou ik ook van balen. Ben je niet teruggelopen? Nee, ja, dan nog 1 keer, maar al was er weg. Ah, dat is niet leuk. En jij, hoe ging het bij jou? Goed. Ja? Wat was
wat was nou echt het hoogtepunt van de Vierdaagse? Dat weet ik niet echt. Nee? De ijsjes. Wat zeg je? De ijsjes. Ja, maar die heb je gemist. Dus dat was ja, voor jou. Bij de volgende kregen we nog een ijsje. Ik wil de 10 kilometer halen. Bij de 10, heb jij 10 kilometer gelopen? Ja, ik ook. Ja. Ik ook. Oh, allemaal. Ik ben deze master. Of tenminste mini-master. Nou, als je hem nou nog een keer loopt, heb je op 10 gelopen. Ja. Hé, maar hoe ging het 10 kilometer? Goed. Ja? Dat is, ja? Nergens last van? Geen blaren? Nee, maar het was ook heel grappig, want we moesten steeds lachen. Ja? Ja, omdat... Ja, je ging het liedje steeds verkeerd zingen. Ja, ik ging expres verkeerd zingen. Nou, dat wil ik wel eens horen dan. Ik weet niet meer hoe die gaat. Wij zijn niet van de Bakel. Hé, hey, maar... Wij zijn niet van de Bakel, Gert. We hebben eerst nog een auto nodig. En maar jongens, waarom is het, want jullie zijn echt keigezellig zo met z'n allen. Waarom is het nou zo gezellig om met z'n allen Vierdaagse te lopen? Omdat we bij Duco een boxje konden lenen en dan konden we het aan mijn aanpeterjaarsnoot. En toen begonnen we helemaal te schreeuwen en al. Ja, ja. Het is gewoon eigenlijk, het lopen maakt niet zoveel uit. Het is niet zo'n heel veel moeite. Het is gewoon, kun je even praten met je vrienden, beter spelen, rennen. Ja, ik heb de hele tijd sprintjes getrokken van voor nacht en voor nacht. Hey, maar je bent ook heel vaak verkeerd gelopen. Ja, heel vaak. 4 dagen minimaal 2 keer verkeerd gelopen. Heb je de pijlen niet gezien? Nee, omdat ik op mijn MP3 bezig was. En iedere keer liep ik dan rechtdoor, terwijl hun rest afgingen. Of één keer mocht ik rechtdoor rennen. Hey, maar er is een reden voor dat jullie allemaal hetzelfde shirt aan hebben. Dan kun je iedereen goed in de gaten houden. Ja. Niet gelukt. Nee, nou nee, hun hebben het wel eens gedaan. En hebben ze nou weer omgewisseld. Wij niet, maar is het zo op zijn MP3 en dan loopt ze door. Hé, hey, maar volgend jaar weer? Ja. Ja, ik ben niet op de kamp, want ik ben niet of ik dan bij hun ben. Gewoon je best doen, proberen erbij te zijn. Hé, hey, veel succes en nog heel veel plezier. Ja, bedankt. Ja. Nou, ik heb hier weer 2 helden bij me staan. Eigenlijk meer, maar 2 willen er praten. Ja. Hoe ging het? Goed. Ja, hoeveel kilometer heb je gelopen? 5. En? Hartstikke blij. Ja? Ja. Heb je hem al vaker gelopen? Jawel. Hoe vaak al? Dat weet ik niet meer, maar ook wel elke keer de 10 en de 2 keer de 15 gelopen. En nou de 5? Ja. En wat vind je de leukste afstand? Dus ik heb wel meer vaker de 5 gelopen. Kijk, er komen er nog meer mensen. En jij, want jij hebt zelfs een hele beker. Ja. Mooi, heb je die van de wandelvierdaagse, de beker? Ja, dat is van. Ja? Dat is van heel de groep. En wij leven als groep. Ah! Hé, hey, maar kei goed gedaan, jongens. Geniet er nog van, hè? Ja. Dankjewel. Frans Verberg, voorzitter van de Boksmeerse Avondvierdaagse. De 4 dagen zitten erop. Hoe is het gegaan? Perfect. Het had niet mooier kunnen gaan. We hebben dinsdag 1 klein pleinsbuitje gehad. We hebben in eerste instantie de kinderen even tegengehouden omdat het onweer behoorlijk in de lucht zat. We hebben gewacht tot 5:50 we starten voor de jeugd. En toen bleef het goed te zijn. En toen hebben ze laten gaan. En net toen ze loszitten om in de tent te praten, kreeg de pleinsbui. Dus toen hadden ze toch nog regen. Maar regen is nooit erg. Als er geen onweer is, want dat is gevaarlijk. Ja, precies. Dan komt echt de wandelaar komt in gevaar met onweer. Hoeveel deelnemers zijn er dit jaar? We hebben er ruim 1500. Okay. Ja. En wat is de grootste groep? Oh, ik denk de grootste groep in de 60 zit. Okay. Dat is een behoorlijke groep, ja. En dat vinden wij mooi. We hopen eigenlijk nog veel meer scholen erbij te krijgen. Eigenlijk liefst van alle kerkdorpen. Dan kun je een hele mooie optocht maken. Bijvoorbeeld kijken naar Venray. Dan doen alle scholen van elk dorp doet dat mee. Dat is gewoon prachtig. Dat zou ik hier ook wel willen. En hoeveel van welke dorpen doen dat mee? We hebben van hier Boksmeer zelf dan bijna alle scholen. We hebben de school uit Fort en Mullen, Sint-Anders school. We hebben de Pater Eimhart uit Stevensbeek. Dat zijn eigenlijk de buitendorpen. Want hebben die kleine dorpen zelf ook 4-daagse of is Boksmeer dan eigenlijk wel echt de place to be voor een wandel 4-daagse? Wij zijn eigenlijk de Boksmeerse 4-daagse.
Hier in de buurt zijn er maar weinig. Ja, Kuik heeft een kleine vierdaagse. Die zijn straks ook nog hier geweest om een klein beetje informatie op te doen. Want we horen wel dat wij het eigenlijk, zonder mezelf op de schouder te kloppen, dat wij het vrij goed doen. Ja. We hebben echt twee wandelaars en daar zijn we heel erg blij mee. En al jarenlang? Al jarenlang, ja. Ik heb mezelf ook gelopen toen ik op school zat. Ja, dit is de 37e keer, dus we gaan op naar de 40 en hopen dat we heel veel wandelaars hebben dan. Je hebt ook veel wandelaars die oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Is dat ook een plus van de Boksmeerse Vierdaagse? Ja, absoluut. Er zijn er heel veel die komen hier echt lopen voor Nijmegen. Want die zeggen allemaal, als wij in Boksmeer vier avonden kunnen lopen bij ons werk wat we overdag gedaan hebben, dan moeten we Nijmegen ook kunnen halen. Ja. Want dan is het eigenlijk relatief vrij zwaar. Ja. En ja, heb ik misschien een beetje een rare vraag, maar wat mij opvalt is wandelen, hè, het wandelsport promoot gezond zijn en bewegen is goed. En dan valt het me op hoeveel kinderen met snoep rondlopen. Op een of andere manier vind ik daar een beetje een tegenstrijdigheid. Ja, maar daar snoep doen wij dus niet aan mee. Bij ons krijgen ze ook geen snoep. We krijgen wel een appel. Elke dag hebben ze een appel gehad. Vandaag hebben ze een banaan gehad. Dus wat dat betreft gooien wij er wel een beetje vers vlees in. Ja, precies. Precies zoals het hoort eigenlijk. Ja. Ja. Maar goed, ik vind het ook dat een kind wel een keer met zo'n prestatie een snoepje mag hebben. Ja. Want over prestaties gesproken, jullie hebben ook een andere medaille dan andere jaren. Ja. We hebben dit jaar hebben we nieuwe medailles, omdat de bond is ook veranderd. Twee bonden zijn gefusieerd en dat is één bond geworden, de Koninklijke Nederlandse Wandelbond. En die hebben nu ook nieuwe medailles uitgebracht. En die nieuwe medailles hebben we echt aan de jeugd gegeven, want die zijn er trots op. Een medaille met een mooi hangertje, dat is fantastisch. En daarbij maken we de oude medailles weer mee in de kop. En tenslotte, volgend jaar de 38e editie. Voor iedereen die nou thuis op de bank zit te kijken, wat zou u willen zeggen? Je zit er verkeerd. Je had hier moeten zijn. Ja. En in ieder geval minimaal mee moeten lopen. Want wat maakt wandelen zo leuk? Het samen zijn. Als je ziet, mensen die gaan gewoon in groepen samenlopen, ook die ouderen, de langere afstanden. De hele leuke groepjes, die zien elkaar elk jaar weer terug. Dat vinden ze gewoon prachtig. En dat is het mooie eigenlijk van de vierdaagse samenhorigheid. Ja. Nou, dat vind ik mooie woorden om mee af te sluiten. Geniet nog van het succes en van deze avond en dankjewel. Dankjewel. Ook al zoveel mooie bloemen. Ja, ik heb 10 kilometer gelopen. Ook al 10 kilometer. En hoe ging het? Ja, ik heb 10 kilometer gelopen met Thomashuis, met mijn moeder zeg maar. En met Sam en Florian. Dus ja, dat was wel top. Het was gewoon gezellig. Ja. Eigenlijk merkte je helemaal niet dat je 10 kilometer aan het wandelen was. Nou, zo'n beetje. Heb jij ergens pijn? Ja, alleen mijn voeten. Maar ik heb ook wel, toen ik uit de douche kwam bij mijn moeder thuis, zeg maar. Toen had ik wel een blaas, zeg maar, vanmiddag onder mijn voet, zeg maar. En vanavond toch gewoon gelopen? Ja. Nou, dat vind ik heel knap van je. Ja. Hey, wat vond je nou het allerleukste aan de Vierdaagse? Ja, het mooie weer natuurlijk wel, maar ook nu vandaag eigenlijk. Ja. Dus ja. Het is gewoon gezellig. Ja. Ja. Dankjewel en complimenten. Ja. Dankjewel. Nou, dit was een kort verslag van de laatste avond van de avondvierdaagse in Boksmeer. Volgens mij kunnen we wel zeggen dat het een succes is geworden. En ja, het is ook nog hartstikke gezellig hier. Volgens mij blijft het ook nog wel even gezellig. Dus ik ga even nog een pilsje pakken. Tot de volgende keer.